welkom in deze video. Ik ben Amelie en vandaag is het echt een beetje gek allemaal. Zoals jullie allemaal weten, er is een beetje veel corona aan de gang. Vooral hier in België is het op dit moment echt gewoon een beetje drama. Maar, ik heb een probleem. Ik heb dus vandaag school. Maar, vorige week heb ik een juf gehad en die heeft nu corona. Dus ben ik in contact geweest. En vandaag heb ik een klein beetje keelpijn, een klein beetje hoofdpijn. Dus echt gewoon mini-symptomen. Ik weet niet, ik denk dat het gewoon een valling is, maar ik weet het niet zeker. Dus kan ik niet naar school gaan en moet ik in quarantaine totdat ik me laat testen. Ik moet me dus echt laten testen, dat is echt wel een beetje eng. Maar dus vandaag moet ik thuis blijven. Ik moet thuis blijven en ik voel me niet echt ziek. Ik ga een beetje rusten, maar het is niet alsof dat ik dood aan het gaan ben in bed. Dus vandaag neem ik jullie mee in een dag met mij in quarantaine. Echt waar, de wereld op dit moment, ik snap er niks meer van. Het is zo gek. Maar we gaan er het beste van maken. We moeten naar de positieve kant kijken. Ik heb trouwens ook mijn kamer wat Halloween-achtig versierd. Dus ik heb hier stickers. Ik heb dit hier zo. Ik heb hier nog wat lampjes. Echt, s'nachts is dat super cool. Overal van die pumpkins. Hier wat dinges, daar. Ik hou zo van mijn kamer te organiseren in de mood van het seizoen. Dus wordt mijn kerst, gaat mijn kamer wel kerst zijn. Halloween. Dus ik wil dat gewoon super leuk om te doen. Geef me gewoon leuke Halloween-vibes. Een zak met allemaal dingen wat ik zou kunnen gebruiken vandaag. Maar we gaan toch gewoon beginnen met lekker Netflixen, want ja, we love Netflix. Oké, geen probleem. Ik zit hier nu al anderhalf uur of zo te kijken, zo Netflix, YouTube, gewoon al die dingen. En ik ben het beu. Ik begin me echt te vervelen en ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb gewoon superveel dingen die ik kan doen en ik heb gewoon nergens zin in. Oh, dit is... Ik ben gewoon aan het klagen omdat ik in mijn bed lig en dat ik niet weet wat te doen terwijl iedereen anders op school zit. Ik heb een oplossing gevonden. Ik ga dus even editen, want dan heb ik dat ook gedaan en heb ik iets productiefs gedaan. Ik heb daar gewoon even zin in, dus als ik iets vind waar ik zin in heb, is dat al mega goed, want voorlopig zit ik echt in een mood dat ik in niks zin heb. Dus ik ga dit niet doen, kan ik misschien een uurtje of twee doen en dan zie je wel daarna wat ik doe. Settling in, settling down. Oh my god, oké. We hebben dus net naar de dokter gebeld, ze hebben ons een voorschrift gegeven, dus ik kan me nu gaan laten testen. Dit is echt mega eng, ik moet nu gaan laten testen, wow, my god. Zo met dat ding in je neus en zo. Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar ik moet het doen. Oh my god, oké. Het is ondertussen de volgende dag. Ik heb me dus gisteren laten testen. Het was minder erg dan ik had verwacht. Ze zijn gewoon zo met zo'n lange stok in mijn neus gaan. Ik dacht echt dat dat mega veel pijn ging doen, want ze gaan toch best diep. Maar uiteindelijk is dat gewoon een raar gevoel. Nu moet ik gewoon nog wachten op de uitslag en dat is echt zo ambetant. Maar dus gisteren na de test, het was iets van 6 uur of zo toen ik terugkwam. En ik ben gewoon in mijn bed gaan liggen en ik ben gewoon meteen in slaap gevallen. Op een of andere manier was ik kapot, dus ik heb gewoon geslapen tot deze ochtend en het voelde wel echt heerlijk. Maar ik kan dus nog steeds niet naar school. Ik zit hier nog steeds thuis. Ik moet nog steeds vermaken. Ik heb echt niks te doen. En ik heb wel dingen te doen. Ik zou school kunnen inhalen en zo. Dat doe ik later wel. Voorlopig, het is al middag. Ik heb wat ge-Netflix, wat ge-YouTube. Echt gewoon nutteloze dingen gedaan. Gewoon gechilled. Gewoon TikTok en zo. Ja. Voorlopig is mijn dag nog niet zo speciaal geweest. Maar ja. Als je in quarantaine zit met misschien corona, gaat er waarschijnlijk ook niet veel speciaals gebeuren. Wat ik zou kunnen doen is deze kamer hier opruimen, want het is hier niet top opgeruimd. Dus aangezien ik zo weinig te doen heb, ga ik dit maar gewoon doen en gewoon opruimen. Nog steeds in mega pyjama mood ook. Echt gewoon mijn oude knolpowderpul plus een heel te kleine pyjama broek. Gewoon top corona vibes. Oké, oh my god, er is iets ongelooflijks gebeurd. Dus. Ik kan het zelf niet geloven. Het is niet 9:30 s'avonds en we hebben ons gisteren laten testen. Dus het is nog maar dag 1 en het duurt normaal voordat je de resultaten krijgt 2 à 3 dagen. Dus sowieso zou ik de resultaten vandaag niet krijgen. En plots krijg ik een berichtje, Amelie is negatief. Ik heb dus geen corona, ik ben negatief getest. Maar nu heb ik een ander probleem. Dus dit is geweldig, ik ben echt mega blij. Maar ik moet dus morgen naar school. Maar ik heb toetsen morgen, ik heb huiswerk voor morgen. Ik ben totaal niet klaar om morgen naar school te gaan. Ik moet nog in de douche, ik moet nog van alles doen voor morgen naar school.
dood te gaan. Het is 10 uur, ik heb slaap nodig. Het is drama. Ik wist niet dat ik morgen naar school zou moeten gaan. Ik dacht dat ik minstens 1 dagje lekker chill thuis zou blijven. Dus het zijn alleen maar drama's, maar uiteindelijk het beste is, ik ben negatief. Dus dan is alle rest niet zo belangrijk. Maar nu ga ik wel nog even moeten afzien, want ik moet nu studeren. Where was that place? Time is escaped. Het lukt niet meer. Ik ben heel aan het studeren. Ik ben nog niet 100% klaar, maar het gaat er gewoon niet meer in. Ik ben gewoon moe. Ik moet ook genoeg slaap hebben. Dus ik ga nu slapen. Maar dus ik ga jullie laten. Echt heel erg bedankt voor het kijken. Jullie hebben mij gevolgd op mijn avontuur. Het was uiteindelijk niet zo spannend, maar jullie hebben mij toch gewoon. Ik vond het heel tof in 2 dagen. Gewoon even chillen. Een soort van quarantaine-achtig iets. Het was raar, maar het is weer iets wat ik meegemaakt heb in mijn leven. En ik heb het gefilmd, dus jullie kunnen het ook zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende keer. Pew!